In de Arbeidsstraat in Zwartberg zijn er 69 volkstuintjes waar de buren gezonde groente of fruit kweken voor eigen gebruik. Ja, het tuintje hier, gelijk het hier nu is, is 2 jaar ongeveer dat we dat met een aantal mensen zijn opgestart. Vanuit de tuiniers die hier al actief waren in de volkstuintjes hier achter mij. Dat volkstuinencomplex bestaat in de huidige vorm 5 jaar ongeveer. En daarvoor al begin de jaren 70 dat er een aantal mensen waren die daar tuinierden, laten we maar zeggen, en ook wat klein vee hielden. Dit tuintje is dus ontstaan door op initiatief van een aantal tuiniers van Veld die van het begin bij het nieuwe volkstuinencomplex daar ondersteuning heeft geleverd. Limburg.net en de stad die natuurlijk ook ons gesteund hebben daarin. De stad omdat de grond waarop dit tuintje ontstaan is, eigendom is van de stad. Om eerlijk te zijn, ze konden er eigenlijk niet veel meer mee doen, want dit is een oude put waar het rioolwater in liep en ze opgevuld hebben. Infraaccessen, rioolleidingen van de riolering, die lopen hier ook kriskras door het terrein. Dus het zou moeilijk worden en veel geld kosten om hier een bebouwing mogelijk te maken. Ja. En daardoor hebben ze ons dat kleine lapje grond hier voor 10 jaar een bruikleen gegeven. Met een gemiddeld een 6-tal, 7-tal personen zijn we hier 2 maal per week actief om de tuin in te richten. Dat is nu het grote, zware werk. Zware, het is plezant, hè. We zijn onder kameraden. We zijn dus elke dinsdag van 2:30 tot 3:30, 4:00, 4:30 bezig. En de zaterdagvoormiddag van 9:30 tot 12:00, 12:30, dat hangt er vanaf van het werk. Dus al de perken zijn aangelegd. Al wat je hier ziet is voor 80% recuperatiemateriaal wat we gekregen hebben van de stad. De borders die gemaakt zijn, ook toestellen om het onderhoud te doen, de grasmachine bijvoorbeeld, die krijgen we een bruikleen van de stad. De rol van Veld in dit tuintje is vooral mensen, zoals hier achter mij, die daar allemaal in die tuintjes werken, om die een beetje te leren omgaan met kruiden, met planten en hoe ze het moeten doen om goede resultaten te krijgen in de tuin. En dat vooral zonder pesticiden, want dat is het pluspunt. Wij verlangen zoveel mogelijk groentes in onze tuin, maar je hebt er nog altijd veel te veel mensen die daar scheikundige middelen voor gebruiken om schone groentes te hebben. Daar zijn we radicaal tegen en we willen ook de mensen laten zien in dit tuintje dat dat ook anders kan. Wat wij ook doen, dat zijn dus op regelmatige basis, en ik schat in de toekomst zelfs meer, maar nu op dit moment zo'n 6-tal keren per jaar worden hier lessen gegeven met bepaalde onderwerpen, zoals het stekken of het enten van fruitbomen, het zaaien van bepaalde planten en zo en zo enzovoort. Dat is de doelstelling, is vooral mensen iets te leren. En een bijkomend voordeel is dat men er een gezellige plaats heeft om met buren of vrienden een lekker pintje te drinken en wat na te praten.